It's Ultrex, de enige echte. Nou, ik ben inmiddels, op wat voor plek ben ik ergens? Dus ik ben ergens in de middel of nowhere in de polder tussen Oude Horen en Zuidland. Ze hebben daar een soort observatietoren, hebben ze daar neergezet. Ik maak dadelijk even nog een stukje laat zien. Als ik weer beneden ben, dan kunnen jullie de toren zien. Ik sta momenteel in ieder geval... ik sta gewoon op eenzame hoogte, je ziet het gewoon. Ik sta gewoon weer op eenzame hoogte hier. Oh. En ik heb hier een fantastisch beeld over het Voorne Puttengebied. En dan met name Zuidland, Oude Horen en Hellevoetsluis. Een stuk van de Hoekse Waard. Dat ook nog eens een keer. Ik weet niet of ik te horen ben, er staat een enorme teringwind hier. Oh. Maar het is een ontzettende mooie locatie. En hier komt dus de 342e vlog. Spingedachtes. Spingedachtes, wat is dat nou weer voor een naam voor een vlog? Ik kom daar zo op terug. In ieder geval ga ik jullie eerst even een beeld laten zien hier ook. Van deze piep, mooie reclame. Piep. Mooie omgeving. Het is prachtig hier. Ik zal even wat beelden laten zien. Ik hou even mijn muil dicht. Ja, heb je dat? Ja, oké. Okay. En dan zal ik jullie even wat beelden laten zien. Nou, kijk, zo ziet het er momenteel uit hier, ho. Niet zo hard gillen, joh. Hier, je hoeft niet doof te worden, hoor. Nou, hier dit is het beeld. Ik kan gewoon weer niet normaal doen, hè. Ik moet gewoon weer de kluin uithangen. Nou, dit is de omgeving, jongens. Ik zal even weer serieus. Marco, even een andere toon. Het gaat zo moeilijk bij me. Het gaat zo moeilijk bij me. Maar dit is de omgeving, jongens. Ik zal echt even de mooie omgeving laten zien. Nou, dit is de omgeving. We zitten hier aan de overkant van het water. Dit is de Hoekse Waard. Ga me niet vragen waar je precies in de Hoekse Waard zit. Want dat zou ik echt bij God niet weten. Maar dit is de Hoekse Waard in ieder geval. En dan heb je daar verderop. Daar zo bij die grote hoge torens. Dus even kijken of ik het op beeld krijg. Want ik weet niet of ik het... Ja, dan krijg ik het op beeld. Deze torens. Dat is Spijkenisse. Spijkenisse. En dan leg ongeveer hier. Leg Zuidland. En dan leg ongeveer daar. Leg ongeveer Oude Horen. Hellevoetsluis. En aan die kant hebben we Middelharnis, ja, weet je dat? Ja, oké. Okay. Dirksland, ja, oké. Okay. Nou, dat is dus in ieder geval de omgeving hier. Het is hier wel waaierig. Ik hoop echt niet dat ik weer met een rotte wind zit. Want de wind waait hier echt verschrikkelijk hard. Maar hier staat het dus. Is dit rare rotsel hier. Dan is het allemaal railing, allemaal weet ik veel allemaal. Kijk, allemaal railing. Hier hebben we hier op de trap van beneden. Nou, en dan kan je hier weer naar beneden lopen. Nou, hier is wel ontzettend mooi hier ook. Kijk eens, je zit hier precies bij het water. Ik weet niet of je hier door kan lopen. Er staat een hek voor, dus ik denk niet dat je daar kan komen. In ieder geval is het een prachtig stuk natuur. Maar het is wel ontzettend leuk dat ze deze toren neer hebben gezet. Omdat je dan best wel een prachtig uitzicht hebt over dit gebied. Ik weet niet hoe het schakels allemaal uitgezet.
gezellig en prachtig ook. En hier nog een of andere, lijkt wel dat de tafel een beetje lager is en dat de zee, zeg maar, daar zo. Daar heb je allemaal windmolens. Dat is volgens mij, als het goed is, als ik het goed heb, is dat. Dat is als het goed is dan de Ree-Overflakkee, Middelharnis, Sommelsdijk, Dirksland, Munisand, die kant op. Dat is daar zo. En dan hier de dam bij Stallendam, volgens mij, ergens. Maar het is hier echt in ieder geval prachtig. Het is eigenlijk zonde dat ik er doorheen praat. Het enige wat je hier hoort is wind. Voor de rest hoor je hier gewoon helemaal niks. Het is echt een locatie. Nou, gaan we even een stukje naar beneden lopen. Hier zie je verder toch niemand. Eén is de hero. Dus ik kan makkelijk even de spullen laten liggen hier, want er komt toch niemand boven. Of toen moet er ineens met een straaljager ineens naar beneden komen. Ja. En dit is in ieder geval een hele mooie locatie, jongens. Nou, ik sta nou even één trede lager sta ik nou. En ik blijf gewoon wachten uitzicht. Oh, ik voel alweer wat regendruppels komen. Dus voor mij gaat het alweer regenen. Ja, het regent alweer. Dus we gaan maar weer gauw naar boven. Want dan sta ik tenminste droog. Zo, nou ik ben inmiddels naar beneden gelopen. En het was gewoon een beetje te waaierig. Ik heb er even een klein stukje even teruggekeken. Want ik was niet echt gerust over het geluid. Omdat er nogal aardig wat wind staat. Voor mij is hier wel wat minder wind. Dus ik denk dat ik hier de vlog maar voortzet. Nou, ik sta onderaan de trap. Of ik zit onderaan de trap. En we zien het. Dit is de trap. En hier ben ik alweer op de begane grond. Hier is trouwens nog een stuk hoogte omliggende dijken. Hoogte waterstand tijdens de watersnoodramp van 1953. Dat hebben ze neergezet. Kun je dus kijken hoe hoog het water gestaan heb tijdens de watersnoodramp van 1953. Mijn moeder heeft de watersnood nog meegemaakt. En hier kan je dus kijken precies hoe de hoogte stond. 370 NAP. En de bovenste is dus 455 centimeter. Plus NAP ook. En zo hoog heb je dus het water gestaan tijdens de watersnoodramp van 53. Ongelooflijk dat het zo hoog gestaan heb. Ja. Soms krijg je niet wat je verdient. Of soms krijg je te weinig. Ik kan erover meepraten. Ik heb de laatste paar weken weer het een en ander meegemaakt. Ik ga niet in details treden wat ik meegemaakt heb. Maar ik heb de laatste paar weken weer wat meegemaakt. En ik denk op mijn eigen van. Jeetje. Hoe kan een mens zijn eigen verlagen, hoe kan een mens zich eigen beter voordoen dan dat hij is? Hoe kan een mens zo arrogant zijn of zo over het paard getild zijn? Hoe kan een mens zo beter tegenover de wereld staan dan een ander? Ongelooflijk. Ik heb maar weer flink verbaasd de afgelopen periode over hoe mensen soms anderen met anderen omgaan. Totaal negeren, niks zeggen. Dan ineens wel een praatje, dan ineens weer niks van je laten horen als je elkaar weer een week later of twee weken later elkaar tegenkomt. Het is altijd wel wat en het glas is altijd half vol. En ik weet ook wel het gezegde, het gras is altijd groener bij de buren. Maar ik ben nogal een gevoelsmens. Ik heb er nogal sneller moeite mee als een ander iemand. Ik ben nogal heel snel geraakt. En als iemand wat meemaakt, dan bleef hij dat in een, op een zeer vervelende manier. En
Ja, ik leg het altijd uit dat als iemand dan wat meegemaakt heeft en het vervelend ervaart, dat ik dat het bij mij 3 keer harder aankomt, zoiets. Omdat ik gewoon gevoeliger ben en meer gevat ben voor zulke dingen. En ja, totaal gewoon niet nodig. Ik kom nou al bepaalde tijd kom ik al bepaalde mensen tegen. En de ene die is wel heel erg aardig. En er is er zelfs een die schudt me altijd netjes de hand. Staat me altijd netjes te woord. Vind ik altijd echt heel tof. Heel netjes, dan hoor je er gewoon bij, weet je wel. Maar er zijn ook mensen bij die, ja, die dan in de groep zijn en denken dan bij de eigen van, nou weet je wat, laat die gasten maar alleen staan. Die horen er niet bij, dus die horen ook niet in de groep. En die gasten die laten we gewoon links leggen. Nou ja, oké, ook goed. Ik heb dat de laatste keer heb ik dat ook gedaan. Ik heb gewoon de laatste keer ook gewoon degene genegeerd en dat blijf ik ook gewoon doen. Nou. Bij mij is het wel, aan de andere kant is het zo dat als je me eenmaal negeert en eenmaal me geen blik gunt of geen blikwaarde gunt, dan blijft dat meestal zo. De ene is dan wel weer van, die komt dan wel weer terug op hetgene, maar ik ben wel iemand die volstandig vasthoudt en ik ben dan nogal gauw gepikeerd en dan meestal als ik dan kwaad ben, dan blijf ik ook wel kwaad en blijft het zo gaan. Ja, het zijn minder leuke dingen, maar ook dat maak je mee af en toe wel eens in mijn werk als YouTuber. De ene is heel aardig, de andere die hou je eigenlijk een beetje angstvallig. De ene negeert je compleet, de andere die heb ik ook al een keer meegemaakt dat iemand totaal gewoon de boot afhield. Wel elke keer praten en elke keer lullen. En, maar als er dan op een gegeven moment de afspraak komt, dan komen ze die afspraak niet na. Dat heb ik ook meegemaakt, terwijl er in ieder geval, nu komen er in ieder geval wel in ieder geval ineens mensen. Ik ben benieuwd of dat ze naar mij toe komen. Ze zullen het wel gek vinden dat ik met de camera sta te kletsen, maar daar heb ik schijt aan. Nou, daar komen mensen al aan. Maar je hebt allerlei verschillende types en figuren maak je mee in dit werk. Of nou ja, het is eigenlijk geen werk, het is voor mij gewoon een hobby. Ik verdien aan YouTube verdien ik geen ene cent verdien ik eraan. Sommigen verdienen hier hun geld mee. Met reclames, reclameinkomsten, YouTube-sponsoringen, andere sponsoringen. Ik niet. Ik heb alle inkomsten heb ik uitstaan. Kan ik nog wel een keer uitleggen waarom. Het is zo dat als je YouTuber bent en volgens mij kom ik momenteel ook niet meer voor een aanmerking omdat ik te weinig abonnees heb. Nu ineens, want het is pas geleden is het veranderd naar 1000 abonnees. Nou, ik heb nog geen 1000 abonnees, dus ik moet nog heel even wachten. Ik zit pas op 370 of zo, 69, nee, ik weet het nog niet meer, 69, 70, ik weet het nog eens meer. Maar je moet dus 1000 abonnees hebben en dan pas kan je die inkomsten weer aanzetten. Betekent wel dat als je je inkomsten aanzet en dat je dus geld gaat ontvangen van YouTube, dan ben je dus ineens ondernemertje ben je dan geworden. Ben je ineens ondernemer ben je geworden en moet je ook alles opgeven aan de belasting. Nou heb ik een laag... best wel een laag inkomen heb ik. Ik werk wel, maar ik heb een laag inkomen. Ik heb een minimum een loon heb ik. Dus ik krijg ook nog op allerlei dingen krijg ik subsidie op gezondheid. Op huursubsidie krijg ik ook nog, krijg ik het ook nog op. En als jij dus dat op gaat geven bij de belasting, dan ben je dus eigenlijk zelf ondernemer. Krijg je meer inkomsten. Dus wat zegt dan de Nederlandse regering of de Nederlandse staat, de Nederlandse Belastingdienst? Nou, jij verdient genoeg geld
huppakee, we pakken jouw huursubsidie af. Dus waar het eigenlijk op neerkomt, is dat als je zelf ondernemer bent en je maakt zelf video's en je bent zelf een YouTuber die dus inkomsten krijgt van zijn video's, word je in Nederland eigenlijk nog gestraft ook eigenlijk. Je doet iets voor de lol. Het is leuk dat je dan daarmee gestimuleerd wordt om daarmee geld te verdienen, want daar is YouTube ook eigenlijk een beetje voor. Sommigen verdienen er echt heel veel geld mee, net zoals grote YouTubers. Kleine YouTubers verdienen er ook geld mee. Aan de ene kant word je dus gestimuleerd van joh, maak een hoop leuke video's, je krijgt er lekker voor betaald. En aan de andere kant word je gewoon keihard gestraft, omdat je zelf ondernemer bent en je geld ontvangt, waardoor je dus allemaal subsidies misloopt. Nou, daarom heb ik dus geen inkomsten. Dit is gewoon puur non-profit. Ik betaal gewoon zelf de benzine als ik naar de Efteling ga, of ik ga hier naartoe, of ik ga naar een andere leuke locatie toe om te filmen. En voor de rest gewoon niks. Ik betaal gewoon alles zelf. Ik krijg geen dubbeltje geld van de video's. Dat is dus eigenlijk een beetje door de stomme werkwijze van belastingen en hoe dingen hier in Nederland geregeld zijn. Ik heb weer ontzettend veel hoest. Dus vandaar. Dus maar ik ben dus een YouTuber opkomend. Ik heb nog maar 370 abonnees, zo ongeveer rond de 370 abonnees heb ik. En alles wat ik doe is dus voor de fun, voor de lol. En ik krijg er geen geld voor. Dan heb je er dus nog een heleboel inderdaad ook bij. Die je negeren. Omdat ze op een ander kanaal zijn wat populairder is. Wat meer kijkers trekt. Wat meer abonnees hebt. Wat meer bezoekers trekt. En wat meer mensen naar kijken. En dan is men nogal gauw geneigd op YouTube, heb ik gemerkt, dat als mensen meer abonnees krijgen, meer kijkers krijgen, dat ze naast de schoenen gaan lopen. Ze gaan ze krijgen een beetje capsules. En het is eigenlijk, ik heb het al een paar keer in een vlog heb ik het erover gehad. Het is eigenlijk vechten tegen de kleintjes, moeten altijd vechten tegen de grote, waarvan de grote altijd winnen. Omdat de kleintjes niks voorstellen. Nou, ik ben in ieder geval hartstikke blij met mijn 370 abonnees. En als ik af en toe een leuke like krijg, of ik krijg een leuk berichtje van goh Marco, wat een leuke video. Ga zo door. Zet hem op. Maak nog meer hele leuke video's. Dan ben ik eigenlijk al blij zat. Het is mij niet te doen om de abonnees. Maar het is wel leuk als je meer bekendheid krijgt. Nou, het is gewoon moeilijk. Eigenlijk moet je er inrollen. Het is eigenlijk is YouTube eigenlijk een soort hand- en spandienst, zeg ik wel eens. Je moet eigenlijk iemand hebben die een groot kanaal hebt. En daaruit moet je een kanaal openen. En dan krijg je meer abonnees. Omdat je al een paar keer bij een bekende YouTuber geweest bent. En zo word je eigenlijk bekend eigenlijk. Het is eigenlijk een foute, ladder van de dingen. Want mensen zoals ik, die niet echt consequent grote YouTubers kent, die vallen buiten de boot. Nou is dat niet echt een probleem, want ik heb zoiets van, als ik een paar likes krijg, en leuke video's van joh, of een paar leuke reacties van joh, ga zo door, zet hem op, maak nog een paar leuke video's. Hartstikke leuke video, ik kijk naar jouw video's. Op jou ben ik geabonneerd en jou vind ik wel leuk om naar te kijken. Dan ben ik eigenlijk al blij zat. Maar het is eigenlijk wel een verkeerde handelswijze. En als je dan ook nog een keer genegeerd wordt. Ja. Ik heb daar heel erg. Ik ben altijd wel iemand die altijd heel erg snel over dingen nadenkt, dingen kijkt, dingen opslaat in zijn geheugen en er dan over gaat zitten piekeren. Moet ik eigenlijk niet doen.
Want zulke mensen zijn het eigenlijk niet waard. En als je dan nog ziet in wat voor benarde situaties ze terechtkomen, dan denk ik bij mijn eigen wel eens van, nou ja, is dat het dan waard om bekend te zijn? Dus nee, ik ben in ieder geval zoals ik ben en ik verander voor niemand en ik blijf gewoon zoals ik ben. Ja, jullie hebben het wel in ieder geval gemerkt dat ik geen skabadi, skabadoe, skabadabadoe meer zeg. Dat heb ik verwijderd in ieder geval en dat heb ik in ieder geval ook, daar ben ik mee gestopt. Ik vond het een beetje, ja, niet echt mijn ding meer. Ik sluit liever gewoon af. En de intro muziek is veranderd. Vond ik ook eigenlijk, dit vond ik eigenlijk ook leuker dan het ouderwetse deuntje wat je nu hoort. Dat liedje dus. Daar ben ik eigenlijk ook een beetje op uitgekeken. Ja, af en toe moet je veranderen. Ik moet nog steeds een nieuwe intro gaan maken. Alleen, ik heb heel weinig tijd daarvoor en ik heb ook heel weinig zin erin. Waarom heb ik heel weinig zin in? Omdat ja, het is best wel ingewikkeld. Het is best wel moeilijk om een nieuwe intro te maken. Dus is er iemand die deze video kijkt en goed intro's kan maken voor een YouTube kanaal? Ik hou me op de hoogte. Stuur me even een berichtje. Ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuw leuke intro. In ieder geval moet de intro wel een klein beetje blijven zoals het was met beelden tussendoor van mij op verschillende dingen. Dan kan ik laten zien wat er allemaal zo wel op mijn kanaal te zien is. Maar voor de rest moet het wel anders wezen. Het moet wel een beetje een nieuwe frisse wind zijn. Niet dat dat bekende wat ik nu als intro heb. Nou jongens, dit was in ieder geval de vlog voor vandaag. Ik zou zeggen jongens, thanks for watching. Doe even dat duimpje de lucht in voor deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een video of livestream is. En doe de V even aanvinken. Hè. En dan zien jullie als er weer een nieuwe video of livestream is. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En hier de toren op de achtergrond. Ik zou zeggen jongens, thanks for watching. En tot een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal en ik zie jullie bij een volgende vlog. Bye!